Nou, mijn liefde voor toetsenbandjes is ontstaan. Nou, ik ben hier in deze winkel begonnen als jochie. En was ik een jaar of 16, 17. En van het een groeide het ander en uiteindelijk kon ik het bedrijf overnemen in 2009. En de branche is leuk, dus het is leuk om klanten te bedienen. Wij zijn belangrijk in de regio omdat wij maatwerk leveren, heel erg lokaal geprofileerd zijn. En zodoende hebben wij een assortiment opgebouwd voor bedrijven en particulieren, helemaal op maat. Hubo is een sterke formule omdat we een hele goede directeur hebben om mee te beginnen. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Dat is ook een van de redenen waarom ik naar Hubo ben gegaan. En Hubo heeft gewoon een team met vakmensen waarbij we heel goed naar buiten komen. En goed de klanten kunnen ook laten zien wat wij doen en waar we goed in zijn. Waar de kern ligt eigenlijk. Ambitie met Hubo Doorn en met Hubo algemeen, dat is het helemaal verder specialiseren, uitspecialiseren van het maatwerk. Waarbij klanten langer comfortabel kunnen blijven wonen. En Hubo is er om de klanten te ontzorgen. In Doorn ben ik bezig met de samenwerking voor de buurthulp. Dat zijn mensen die een bepaald netwerk komen die niet zoveel te besteden hebben. Ik zou heel graag met de kluscamper naar een van die mensen toe gaan.